voor de module drinkwater lekker belangrijk. Van natuur, leven, technologie en de T-module. Hebben we als praktische opdracht 1 beluchten. Soms heb je water waar een beetje weinig zuurstof in zit, bijvoorbeeld bij grondwater. En dan moet er zuurstof in bij komen. En dat kan je dan doen door deze opstelling te bouwen. Dus hier al een voorbeeld van. Je hebt een groot vat, dat laat je in een klein vat lopen en dat laat je dan naar beneden druppen. En in het grote vat ga je weer een heleboel, laat hem sulfiet, toevoegen. Voor 60 liter heb je dan 6,6 tot 7,6 gram natrium sulfiet nodig. .7H2O, kristalwater. Natrium sulfiet zit hierin. We hadden 8 gram nodig voor 60 liter. Dus we nemen 4 gram voor 30 liter. We zetten de weegschaal aan. Het is een weegpapiertje. Het niveau is 1 keer dubbel en dan nog een keer. En dan gaan we even tareren. Dan druk ik dus even op taren. Dan zit hij precies op nul. En dan moeten we 4 gram afwegen voor 30 liter. Natrium sulfiet. Want dat reageert met zuurstof. Nou, helemaal goed. 4,01. En dat doen we dan in de Erlenmeyer van 1 liter. Hoppa. En dan gaan we dan even roeren met een flow. Dus laat de flow erin vallen. En dan flink ronddraaien. En als dat opgelost is, dan gooien we dat in het grote vat en vullen we dat aan met 29 liter kraanwater. Nou, dat kan niet. Nou, die is ongeveer wel opgelost. Dan halen we even de flow eruit met de looivanger. Dat gooien we in dit grote vat. En dan moet er nog 29 liter bij. Dus dit is 10 liter. Plus nog een keer 10 liter. Plus nog een keer 9 liter. Plus de geconcentreerde oplossing van 1 liter met 4 gram natriumsulfiet. Als er hier 30 liter in zit, dan reageert dat met de zuurstof in het water. En aan de bovenkant is het afgesloten. Met eerst een deksel en dan kan je dit ook nog dicht schroeven. En hier nog een dop erop. En vervolgens doe je het kraantje open en laat je dit vollopen. Totdat het hier gaat overstromen. Het is maar 1 centimeter breed. En dan van een bepaalde hoogte laat je naar beneden vallen. Het is 12 liter, 10, 8, 7, 6. Hebben ze bij 6 een streepje gezet. Laat ze er 6 liter in lopen. En dan ga je daarna kijken of er hier meer zuurstof in zit met de zuurstofmeter die we net geëikt hebben. En dat zal natuurlijk wel moeten, omdat die hier met het piestraaltje naar beneden is gegaan. En tijdens dat vallen is een interactie met lucht, waardoor er dus meer zuurstof in het water terechtkomt. En dan gewoon een keer kijken van wat er nou zou gebeuren als je zo'n bak maakt van 2 centimeter of 3 centimeter. Alleen, we hadden hier al het probleem van als je dit kraantje net iets te hard zet, dan komt het water ook hier over het groen heen. Terwijl het moet echt alleen maar door dit gootje heen. Maar dat heeft maar een hoogteverschil van ongeveer 1 centimeter. Wel, bij deze is het mooi diep. Dus voordat het hier de blauwe rand heen komt, dan moet je deze kamer heel hard zetten. En hier hebben we een probleem, want nou, nu hebben we ongeveer 30 liter water hierin zitten. En dan gooien we dit dan bij. Dus het is water met natrium sulfiet. Dus eerst even het deksel eraf halen. Dus kan je zo ronddraaien. Dit is de deksel en dan heb je nog deze rode dop erop zit. Het is belangrijk als we straks die kraan laten lopen dat we deze rode dop niet vergeten eraf te halen. Want anders trekt hij natuurlijk vacuüm en dan kan het water hier niet meer eruit stromen. Nou, gooi dit erbij. Dan kan je best dan nog even roeren met een lepel of zo. Moet je met je arm erin of je zet eigenlijk eerst deze ton op de grond. En dan moet je, dan moet je dus naast die 1 liter in de Erlenmeyer nog 29 liter extra erbij doen, gewoon met kraanwater. Dat kan je gewoon vullen met een slang aan de kraan. En dan kun je heel precies aflezen hoeveel liter je dan hebt getapt. En dat gooi je dan
Ook in deze grote ton, maar ik heb best eerst op de grond doen en daarna die ton hier optillen. En dan doe ik dus deze deksel erop, maar wel liefst zonder deze rode dop, dan kan het tenminste lucht bij. Nou, nu dan deze kraan open. En dan gaat het water stromen. En dan kan je dit zo naar beneden draaien. Straks gaat het water hier overheen stromen. Je krijgt natuurlijk een ander stromingsprofiel als je deze gebruikt. Zo'n groene. Of die grijze bak, dat kan ook nog. Kijk, dan begint die al. Je moet eigenlijk nu het stopbordje aanzetten, want je moet de tijd meten hoe lang het water stroomt. Nou, in het begin dacht ik van je laat het gewoon stromen in de emmer. En dan kan je precies aflezen hoeveel liter er naar beneden stroomt. Dus het gaat hier al lekker. Misschien moet je wel ietsje zachter zitten. Het gaat nu steeds langzamer. En je ziet dat hier ook naar beneden drukt. Ziet dan op de kerk. Je kan het in de emmer laten stromen. Alleen het probleem van de emmer is, ik kan dat precies aflezen. Alleen dan komt het water wordt ontdoofd. Want je moet ook nog precies de hoogte meten van de onderkant van de emmer tot waar het water naar beneden valt. Want je kan ook de hoogte variëren door die emmer op een kruk te zetten. En nu is de hoogte 100 centimeter precies. De hoogte van het water is alweer een stuk of 7, 8 centimeter. Dus het is beter om hem gewoon in de hele bak te laten stromen, want dan stijgt het waterniveau niet zo hoog en dan blijft de hoogte van het water wat naar beneden valt en dus uit de lucht zuurstof opneemt, dat blijft dan constant of constanter. We hebben nog twee andere bakken, deze is wat kleiner en we hebben een hele grote verhuisbak. Daar wordt het water nog meer uitgespreid, dus dan heb je bij 6 liter heb je misschien maar een halve centimeter en hier heb je dan 2 centimeter en hier heb je bijvoorbeeld 1 centimeter hoogte. En nu kunnen we dit water wel in de emmer doen, dan kan je al iets preciezer meten. Stel dat je een half minuut zoveel water hebt. Nu wil je weten hoeveel water is dit. Dan gooi je dat eerst in de emmer. Je kunt het redelijk precies meten. Dan kan je vervolgens, dit is een vat van 10 liter, natuurlijk deze dichtdraaien. En dan kan je het hier nog wat preciezer aflezen. Dan giet je het gewoon hierin. ...3,6 liter. Als het water helemaal tot stilstand is gekomen, kan je het best wel precies aflezen. En je weet het aantal liters en je weet de tijd die je hebt gemeten. Dus dan kan je het debiet kan je dan berekenen. Het aantal liters per tijdseenheid. En je hebt bijvoorbeeld ook een debiet van hoeveel pijnwater bij Lobit het land binnenstroomt. Of van 1000 kuub per seconde. Met de Maas is het debiet wat lager dan de Rijn. De zuurstofmeter ga je dan eerst meten in dit water, wat het zuurstofgehalte is, dat is natuurlijk vrij laag. En door die kaskadestroming komt er natuurlijk zuurstof in het water. Dus dan ga je ook nog een keer hier de zuurstof van meten, door deze meter hier in te hangen. En dan kom je tot waarschijnlijk een hogere waarde, omdat er meer zuurstof in zit. Het zuurstof had eerst dus met de natriumsulfiet, en was het weggereageerd tot natriumsulfaat, waardoor er heel weinig zuurstof in het water zat. Maar door de kaskadestroming komt er weer zuurstof bij. Dus dan moet dit eindproduct moet meer zuurstof bevatten dan het originele water. Je kan bij deze proef natuurlijk ook gaan variëren in hoogte. En dan zet je deze bak op een kruk en dan heb je natuurlijk een andere valhoogte. Dan kan je gaan meten en dan kan je kijken van nou, je hebt toch minstens zoveel centimeter moet die naar beneden vallen. Wil er zoveel zuurstof inkomen. Ik heb al de 100 en nu zitten we op rond de 58 centimeter. Dat van 100 centimeter.